Ah, al die veren. Ik zei het toch. Dat is toch irritant, joh. Wat? Wat? We hebben een ei. Oh, ze krijgen nu een kroon. Dit is een bos. Chicken boss. Yo, kijkers. Mijn naam is Dante en welkom in een nieuw video van Roblox. Vandaag spelen wij het spel Egghead Simulator. Oh, heb ik het goed. Dit vergeet ik altijd dat als het een nieuwe game is. Oh, het is Egg Farm Simulator. Dit is echt een hele nieuwe game. In de ochtend keek ik nog naar Roblox. Toen was hij er nog niet, maar nu is het 5 uur. Dus ja, hij is vandaag uitgekomen. Dus super gaaf. Ja, ik heb al een farm close. Oh, een private farm. Dat heb ik niet nodig. Oké, je kan ook close. Ik weet echt niet wat je hier moet doen. Ik zie daarachter een gekke phoenix. Heb je een chicken? Oh, ik kan voedsel pakken. Moet ik de kippetjes slaan? Hier, get wrecked. Oh ja, dit is vet. En dan krijgen we een ei. En die kunnen we dan collecten. Dood de kippetjes. Dit is toch gewoon genieten. Dit wordt een hype. Een vetste spel op aarde. Oh, hier een ei. Hoezo zou die opeens like gone? Why? Level up. Ja, maar ik wil kippetjes slaan. Ik doe even muziek aan. Hormones. Eeuw. Hier kan ik ze boosten of zo. Oh ja, inderdaad. Hey, veel meer HP. Oh ja, give me all the eggs. Wat kan ik hier doen? Oh, hide. Oké, yeah, I don't know. Ik snap het niet. Ik wacht maar gewoon weer tot de game iets zegt. Dit is toch totaal niet kindvriendelijk. Zo gaat het soort van in het echt. Dit is gewoon realistisch. Dan hebben deze kipjes niet zoveel plek. Oké, ja, we moeten gaan van dit spel. Hier, Mr. Senpai, hallo. Oh nee, Master Pai. Tarzan! Nee, ik wil Tarzan! Oké, ik ga sparen voor Tarzan. Tarzan is goed en eieren collecten. Heel goed. Oké, hoi. Dat gaat toch wel dingen doen? Oh, hallo, er is een fan. Ben jij goed? Nee. Oké. Goed om te weten. Oh, die hormones, die vullen rechts op, of niet? Volgens mij niet, I don't know. Doet die recharge of zo? Oh ja, oh zo kan je ze levelen. Dat is vet. Yes, we krijgen meer. Gimme all the eggs. Ja, ze krijgen veel snelle eieren. Oh, Senpai heeft iets te zeggen. Oké, hallo Senpai. Level up, Oké, ja, ik ga jou dus upgraden. Oké, vet. Deze game is leuk. Ik vind hem echt genieten. Ik vind deze game leuk. Eindelijk weer eventjes een nieuwe interessante game. Heel interessant. Kippen doden. Maar kijk, al die andere games. Dit is zeg maar een soort van een nieuwe B-Swarm. Er waren heel veel van dat soort games. Alleen B-Swarm deed het toch wel de beste. B-Swarm was heel uitgebreid. En het was ook gewoon geinig. En de muziek. Oh ja, dat vind ik het vetst uit B-Swarm. Muziek. En ook, je kan heel veel Robux uitgeven in dat spel. Dat is ook altijd genieten. Oh, je moet al deze eieren oppakken. Dit. Oh, dit gaat zo goed, jongen. Senpai, je kan je al 100 keer upgraden. Maar wat doet dit? Oh, nee, dat hoef ik niet. Zo gaat hij een level omlaag. Nou, nu zijn we weer op hetzelfde punt als waar we net waren. Omdat ik zo goed ben. Ik weet niet wat je voor de rest meer moet doen. Ik wacht gewoon tot de game iets zegt. Wacht eens heel even. Hoezo zie ik hier een paashaas? Hatch. Moet de level 150 zijn. Oké, deze game is uitgebreid. Yo, let's go. Je kunt er wel miniseries van maken. Oh, Rebirth. Beat level 300. Oké, deze game is ingewikkeld. Yo, je wil wel miniseries van maken. Hij heeft al zwarte kippen, dus hij krijgt zwarte eieren. Wat is dit? Oh, train. Nice. Level 10 required. Oh, we gaan hem eventjes naar level 10 brengen. Dat wil ik heel graag. Oké, yo, Kimpy. Ja, kom op. We moeten eventjes... Ja, nu gaan we weer snel hakken. Zo zit je er weer in. Oké, we blijven dus even doorgaan. Ik ga weer die Senpai even upgraden. Eigenlijk heet die Master Pai mee. Of we kunnen sparen voor Tarzan. Dat is ook een dingetje.
Ik wil hem eerst even naar level 10 brengen. Yo, dit is gaaf. En dan kunnen we ook weer nieuwe eieren gaan hatchen. Want dan krijgen we dan een zwart ei. Ik wil een zwart ei. Wat hebben we in onze inventory? Oh, ik heb een box. Blue steel claw. Kijk, dit is vet. A trail. Ik ben een grote fan hiervan. Cool, ik ga misschien de double damage halen in de private farm, maar dit is heel gaaf. Oeh, vet. Als we attack times 12 krijgen, dus keer 12, dan krijgen we een nieuw gezicht. Of tenminste, dan krijgen we gems en daarmee kunnen we boxes kopen. Okay, dus moeten we al die food gewoon gaan pakken. Yes, we hebben een nieuw beter wapen. Is dit cosmetic? I don't know. Ze krijgen wel veel sneller alles. Kom op, times 20. Times 20, we need times 20. 12, waarom zeg ik 20? Oh nee, al die eieren, joh. Yo, dit gaat echt hard. Ja, kom, we gaan ze even uppen. Next level. Oh, let's go, level 50. Yo, deze eieren zijn echt insane. Oh, ik ben helemaal verbaasd. Mijn ogen doen pijn, joh. Van hoeveel eieren ik zie, dit is zo gewoon genieten, joh. Ik kan nog niet times 12 krijgen. Ja, maar oh, achievement. Nice. Ik heb wel gems in de pocket. Maar zijn deze dingen cosmetic? Nee. Vet. Oké, we kunnen onze senpai weer upgraden, maar dan blijf ik eventjes doorgaan. Yes, we zijn het volgende level. Dit is cool. Come on. Dit gaat zo snel. Dit is niet normaal. Kijk hoeveel eieren we krijgen. Oké, zo blijf ik dus eventjes doorgaan. En dan gaan we denk ik misschien Tarzan kopen, I don't know. Of komen ze er beide bij? Dat weet ik niet. Wacht, dat kijk ik wel even. Spaar ik even voor Tarzan. Ik weet niet meer hoeveel die is. Eventjes kijken. Hoeveel jij kost, Tarzan? We hebben hier een starter pack. Oh, doe maar. Die met zijn mal robots. What do I see here? Egg basket. Oké, Tarzan. Oh, yes. We hebben nieuwe dingetjes. Nieuwe trail. Yo, vet. En we hebben een epic box. Oh, let's go. What are we gonna get? Oh, nice. And legendary. 50 damage to Queen Elsa. Oké, yo, Tarzan. Nee, ik wil Tarzan. 200 eggs. What? 1000 eggs. Komt Tarzan erbij? Nee. Oh, jawel. Oh, chill. Dat is heel fijn. Hey, welkom to the team, Tarzan. Ik moet even van deze dingen eten, zodat ik wat sneller ga hakken. Waarom kan ik niet praten? Met mijn klos. Ah, al die veren, ik zei het toch. Dat is toch irritant, joh. Wat? Wat? We hebben een ei. Yo, het is tijd om naar het volgende level te gaan. Oh, ze krijgen nu een kroon. Dit is een boss. Chicken boss. Yeah, let's go. Oh, nee. Er was een chicken boss. Nee, er was een chicken. Oh, nee, dat maakt niet uit. Want ik ga nu naar het volgende level. Oké, ik snap dat niet. We hebben nu zwarte kippetjes. Wow, gaaf dit. Oké, wat is de achievement die we hebben? Deze. Kill 100 chickens. Lekker. We krijgen zo echt. We hebben echt heel veel gems. Dus meteen ga ik even kijken wat we gaan kopen. En ja, natuurlijk zo'n box. Kunnen we nu naar Queen Elsa gaan? Wat doet Tarzan nou weer? Ja, oké. Ik ga even levelen naar level 10. Too poor. Hoi. Oh. Ik weet niet waar die in een gekke queen is. Ja, wanneer krijgen we zwarte eitjes? Oké, we gaan eventjes levelen. Oh, dat kan niet. We moeten waarschijnlijk een hoger level zijn en we zijn level up. Oké, dan kunnen we deze ook naar de volgende doen. Let's go, al die kimpies, joh. Oké, nee, we gaan nog sparen. Joh, kunnen we geen gems kopen? Yes, I like that. Oh, de AP gaat ook automatisch vanaf, dat is chill. Ik ga deze doen, epic box. Please, nieuw zwaard. Tornado, hè? Oké, we hebben wel een legendary, maar oh nee, dat is voor zo'n bepaalde pet dinges. Zo'n higher ding. Oké, maar ik wil een nieuw zwaard. Dat is cool. Dat ziet er gewoon vet uit. Okay, we gaan gewoon voor de ijsjes. En we hebben XP nodig. Oké, dat is voor elke kip die dood. Maar ik denk dat level naar beneden gaan, dat ook best wel slim kan zijn.
bepaalde quests te completen. Zoals meer vlees. Ja, misschien wel. Oké, next level. Kom op. Oh, de kippen worden groter. Wow, dit is zo gaaf, joh. Dit is echt gaaf. Ik wil even die senpai naar level 3 krijgen. Wat? Ja, nice. Oh, moeten de upgrade natuurlijk nog kopen. Bedankt, game. Oké, dan moeten we ook even sparen voor de upgrade. Dan gaat het echt wel eventjes duren. En dan hebben we de upgrade en daarna ga ik even Tarzan een beetje uppen. Oh, yes. Oké, ik wil even een nieuwe axe. Niemand heeft nog echt hele goede dingen. Zet even kijken, ik wil eventjes de leaderboard. Ja, dat is wel leuk. Oh, 5 damage per seconde. 12 attack damage. Oh, ik denk voor mij en voor die Tarzan en die senpai. Oké, dit info. Oké, ja. Ze zijn al het volgende level. Zo, nu duurt het wel even hoor. Nu duurt het wel even. Daarom gaan we ook even sparen voor die ability. We zijn nu op de helft. Het gaat eigenlijk best wel snel. Oh, niet elk ei is gewoon eentje waard. Dat is chill. Ik vind het ook chill. Je kan het gewoon ingedrukt houden. Dat is zo fijn. Come on. Die kippen moeten huilen. Ja, dat snap ik ook wel. Ik snap ook niet hoe ze zo lang kunnen overleven, joh. Je moet er nog 2 kip kapot maken. Nog eentje. En level up. Volgende. Oh, we hebben een boss. Ja, deze ga ik niet redden. Deze ga ik niet redden. Ja. Yeah. Nope, hij is te sterk, oké? Senpai. Upgrade. Oh, hier. Tornado ability. Oké, ik heb even axe nodig. Hier, dan ga ik eventjes 1 level omlaag. Zo, zodat ik tenminste nog wel eieren kan krijgen. What? Die ability van die senpai is zo sterk. Let op, hè? Oh, dit keer niet. Oké. Oh, nu niet meer. Oké. Helaas. Oké, nu kunnen we senpai of Tarzan even 1 keer uppen. Oké, level 10 krijgt die Brute. Oké, dan moeten we nog eventjes dit gaan doen. Totdat we Brute hebben. Dat gaat wel even duren. Maar misschien nu met de ability kunnen we de boss wel aan. Ik ga even kijken. Kom op, senpai. Lekker, senpai. Zo, flipping close. Oh, dit is zo veel te close. Ik moet Tarzan gewoon echt nog 1 keer. Nog 1 keer levelen. Ja, nog 1 keer moet ik hem levelen. En dan ben ik goed. Ik moet Tarzan nog 1 keer levelen. Now we're good. Ik ga nog eventjes nog een up halen voor Tarzan. Maar ik wil even zwarte eieren krijgen. Ik krijg er waarschijnlijk na deze boss. Maar je krijgt ook geen XP als je bij een lagere level zit. Oh, dus je moet 10 kippen killen en dan ga je bij een nieuwe. Want bij de boss om een nieuw level te krijgen moet je gewoon eentje. Tonight's forecast. Chance of diamond rain. Oh, een chance, ja. Yo, hier Tarzan. We go next level. Come on. Come on, my dude. Come on, die. Kom op. Ga nou dood. Lekker. Oh, oh, we hebben nog een boss. We kunnen de next level. En now we have the great chicken. En wanneer krijgen we nou nieuwe eieren? Waarschijnlijk bij Rebirth. Hij moet echt level 150 worden. Voordat we zwarte eieren krijgen, volgens mij. Volgens mij moeten level 150 zijn voordat we zwarte eieren krijgen. Dus nu moeten we dit gewoon repeaten. Mijn achievement. We hebben nu even wat meer gems. Zodat we een uncommon box kunnen kopen. Open de doos. En skip. Dus letterlijk gewoon precies hetzelfde. Ze doen beide precies hetzelfde. Yo, trade. Dit is een vet coole hamer. Oh, hij schudt nee. Hoezo niet? Hoezo kom je dan? Go away. Oké, hij is de grootste van de server. It's raining diamonds. Get him. Diamonds. Diamanten, diamanten. Geef me al die diamanten. Oké, ik ga nu voordat ik ga uppen, wachten tot 2000 eieren. Want dan krijg ik een achievement. Oké, next level. Heel chill. Bloem. Wow, deze dingen hebben nu zoveel HP. We hebben echt betere tools nodig. Maar ik krijg maar gewoon geen goede tools. Come on. Ik ga zeggen in de comments of jullie hier meer van willen zien. Oké, dit gaat lekker snel. We hebben bijna 2000 eieren. Tarzan, you're up next. Nu moeten we 2000 eieren weer sparen. En dan kunnen we jouw ability. En je bent echt gekke bewegingen aan het maken. Stop daar nou eens mee. Oké, nog 3 kipjes. En dan gaan we weer level up. 3 kimpies. Het gaat echt hartstikke snel, dat levelen. Oké, laatste kimpie.
Nice, level up. Next level. Oké, dit begint wel echt heel erg moeilijk te worden. Nou, niet moeilijk, maar het duurt veel te lang. Is er niet tijd voor nog een companion? Want die was volgens mij echt 1000. Oef, dus ik ga helemaal vergeten. Ja, ik ga even Nino halen. Ja. Ik ga. Beowulf. Come here. Was de volgende. Robin Hood. 4000. Oké. Okay. Welkom, Beowulf. Ik ga je niet betalen voor als je het even weet. Oh, jullie zijn al kimpies aan het opblazen. Oké, nu moeten we weer voor 2000 sparen. Ik krijg als het goed heel veel attack power. Deze game slaat echt nergens op, maar het is wel grappig. I like it. En als er updates komen, net zoals Beeswarm, dan is dat geweldig. Hopelijk gaan ze dat doen. Kom op, die attack power mag wel even omhoog. Ja, als we Tarzan's ability hebben, gaat het al een stuk beter. Ik kan eigenlijk beter wel een level omlaag gaan. Ja. Yeah. Oh, mensen, dat is een aanval. Dus hij slaat met zijn zwaard, de Tarzan met zijn handen. En de senpai slaapt met zijn hoofd. En gewoon zo. Nee. Nee, ik ga niet slaan. Level complete. Let's go. Oh, we hebben bijna 2000. Yo, dit duurt zo lang. Ja. Hé, hey, we hebben fans. Oké, we hebben 2000 eieren. Hallo, Tarzan. Je hebt nu een ability. Voor jou hebben we 1000 nodig. Oké. Okay. Tarzan, show your ability. Lekker, Tarzan. Je ability heeft hartstikke veel nut. Dan moeten we deze andere doel maar een beetje gaan nuppen. Kom op, Tarzan. Laat nou je ability zien. Come on. We uppen deze eventjes. Oké, hoe doen ze? Oké, ze doen het aardig snel. Wow, je merkt wel verschil. Holy moly, let op, hè. Ja. Je merkt heel veel verschil. Ik wil het echt vaker gaan doen. Vergeet me niet even te volgen op Instagram, Colony Games. Zij valt even om. Level complete. Ik heb deze ook eventjes. Zo. Ja, we hebben een boss. We need to up our game, dude. Ik ben echt te ver gegaan. Ja. Ja, best wel. Ja. Ik ga eventjes die Beowulf nog een keertje uppen. Zo, ja, nu. En dan ga ik het hier afsluiten. Kijkers, laat een like achter als jullie het super awesome vonden. Ik vond het super awesome. Ik zie jullie bij de volgende video. Later!